Ja, Virgil Deen, de korte conclusie vanavond is een boeiende wedstrijd met een verkeerde winnaar. Nou, ik denk dat je dat wel goed zegt. Ja, ik denk dat we 90 minuten lang, eigenlijk 120 minuten lang zelfs, de bovenliggende partij zijn. Dat we fantastisch hebben gespeeld. Ja, en is het helaas, loopt het zo af. Hoe oneerlijk kan voetbal dan zijn, hè? Ja, het is en blijft een spelletje natuurlijk op dat gebied. En ja, als je dan met penalties verliest, dat is wel enorm zuur, ja. Dat is wel zo. Ja, we gaan gelijk maar naar die penalties. Jij had uit kunnen groeien tot man van de wedstrijd. Het had eigenlijk gemoed, hè? Nou ja, gemoeten weet ik niet, want je speelt als team. Maar ja, ik pak de derde penalty. En dat is een onwijs lekker gevoel. Ja, en dan moet je er nog twee maken. En dan mis je daarvan eentje. En dan begin je eigenlijk weer op nul. En dat is wel enorm zonde eigenlijk. Heel erg zonde. Het bijzondere in dit systeem was dat jij na het houden van die derde penalty gelijk weer een tegenstander van Topos kreeg. Dacht je van die tweede ga ik ook maar gelijk achter elkaar pakken. Ja, kijk, ik ga er altijd 100% van uit dat ik elke bal pak bij een penalty-serie. Ja, het blijft ook natuurlijk een gok. Het is 50-50. Je pakt hem wel of je pakt hem niet. Dus ja, ik ga 100% voor elke bal. Ik ging helaas bij die andere ballen niet naar de goede hoek. Ja, dat is een gok. Mooi om te zien hoe het teamproces zich dan voltrekt. Want vlak voordat die penalty-serie van start ging, stoor je in een innige omhelzing met Frank de Voert, maatje waar je altijd mee rijdt. En laat hij nou een penalty missen? Ja, helaas wel. Ik rijd overigens niet met Frank mee. Frank rijdt zelf. Maar ja, je pept elkaar op. In ieder geval, ik trek me in ieder geval een beetje terug, omdat ik gewoon op mezelf wil focussen. Ik vind het wel prettig als mensen naar mij toe komen die dan even wat motiverend inspreken bij mij. Nou, hij gaf aan dat ik een goede wedstrijd speelde en dat hij volste vertrouwen in me had. Dat ik ook die penalties ging pakken. En zo probeert hij eigenlijk nog meer op te peppen. Dus ja, ik vind het wel prettig dat hij het doet. En ik had er niks mis mee. Ja, en dan mist hij hem. Ja, dat heeft daar niks mee te maken. Maar dat staat daar los van. Hey, het was nu ook, had jouw avond moeten worden, want jij bent dit seizoen dan uitverkoren tot de bekerwedstrijden, want jij wist al lang dat je deze wedstrijd zou gaan spelen. Ja, klopt. Ja, er is aan het begin aangegeven, zoals eigenlijk elk seizoen, wie de eerste en wie de tweede keeper wordt. Nou, die strijd heb ik helaas verloren. Trainer heeft wel direct aangegeven, de bekerwedstrijden zijn voor jou. Was misschien niet voor iedereen bekend, maar voor mij was het wel direct bekend. Ja, en vanuit daar moet je gewoon je kracht gaan halen. Het is wel lastig, moet ik ook zeggen. Je speelt wel gewoon de oefenwedstrijden elke dinsdag. Maar ja, er komt een andere druk bij kijken nu. En dat is toch wel lastig. En ja, je bent ermee bezig, je bent ermee bezig. Ja, en dan ben je in de week, de laatste week, tot vanavond. Ja, en dan komt er wel de spanning kijken, moet ik zeggen. Ik had wel weer gezonde spanning. En daar was ik wel onwijs blij mee dat ik dat weer een keer had. Eerste balletje misschien een beetje twijfelachtig, maar daarna is het prima gegaan, hè, in de hele wedstrijd. Ja, zeker weten. Ja, ik denk dat ik gewoon een prima wedstrijd heb gespeeld. Van het doelpunt helaas. Ja, ik kon er echt niet. Ik kon er niet bij. Ik heb de beelden helaas nog niet gezien. Maar hij was buiten mijn bereik. Hij schiet hem goed binnen. En daarna, ik denk dat ik gewoon de hele wedstrijd een prima wedstrijd heb gespeeld. Ja, en uitgerekend pas in de slotfase, in blessuretijd van de reguliere speeltijd, kreeg je het eventjes wat te doen. Twee moeilijke momenten. Overleef je. Ja, en dan had het in die penalty-serie moeten gebeuren. Ja, nou ben ik er wel 100% met je eens. Ja, dat is, het had toen moeten gebeuren. En ja, het gebeurt helaas niet. Nou, je verliest als team, je wint als team. Dus ja, daar baal je wel echt. Nou, ik baalde echt enorm hard. Want ja, ik moest zeggen dat ik ook moest wennen aan het ABBA-systeem. Want het was voor mij ook helemaal nieuw. Ik had het nog nooit gehad. Dus op het moment dat ik de penalty pakte eigenlijk, liep ik eigenlijk al weg. Omdat ik met mijn hoofd eigenlijk zat dat Ossum, of dat wij hem weer moesten nemen. Maar ja, toen moest ik nog een keer. Ja, het is en blijft winnen, moet ik zeggen. Ten slotte, mocht Richard van Nieuwkoop onverhoopt uitvallen de komende week of maanden, we hebben een goede keeper achter de hand. Nou ja, daar bedank ik je voor. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik heb zelf vertrouwen in mezelf, dus zeker weten.